Hallo allemaal en welkom in deze nieuwe CoachChat. Vandaag hebben we de Geelse burgemeester Vera Celis als praatgast. Eerst en vooral bedankt om tijd vrij te maken voor dit gesprek. Iedereen nog gezond bij jullie? Ik denk bij leven en welzijn dat dat allemaal in orde is voor de moment. Maar we hebben natuurlijk wel moeilijke tijden al meegemaakt. Ja, wij hebben natuurlijk, Geel is een stad met bijna 41.000 inwoners. Wij hebben een heel bijzondere leeftijdsboom. Dat wil zeggen, wij hebben heel wat jonge mensen in onze maatschappij. We hebben ook dagelijks heel veel jonge bezoekers. En daar bedoel ik dan voornamelijk de schoolgaande jeugd mee. Ook de studenten van de hogeschool, van KU Leuven, de ingenieursopleiding onder andere, die hier in Geel zit. Dus we hebben een groot segment jonge mensen en een heel groot segment oudere mensen. En die oudere mensen, die zijn, of een aantal daarvan, zijn gehuisvest in een aantal rusthuizen. We hebben 5 woonzorgcentra bij ons op het grondgebied. En het Laarsveld is toch wel serieus getroffen geworden door het coronavirus, door COVID-19, met heel wat overlijdens. En uiteraard, van het moment dat het virus in een instelling binnenzit met kwetsbare personen, dan heb je toch wel iets aan de hand. Naast onze 5 woonzorgcentra hebben wij dan natuurlijk ook nog het OPZ, hebben wij ook nog het MPI. En is het met, is echt, het was echt wel alle hens aan dek. Om te proberen het virus overal buiten te houden. En indien het virus bij kwetsbare groepen terechtgekomen was, om er zo goed als mogelijk mee om te gaan, om schade, laat staan overlijden, te kunnen uitsluiten. En dat is heel dikwijls gelukt, maar niet altijd. En wat is jouw rol als burgemeester daar dan in? Want je staat voor een deel toch, denk ik, aan de zijlijn. Ja, dat klopt. Wij hebben natuurlijk, kijk, het zijn zorgcentra, het zijn zorginstellingen, het zijn scholen op het Geels grondgebied. Dat wil ook zeggen dat heel wat Geelenaars gevat zijn, omdat zij die instellingen, die scholen, dat ze die gebruiken. Van het moment dat er natuurlijk zaken zoals COVID-19 optreden, hebben wij vanuit het bestuur onmiddellijk ervoor gezorgd dat er contacten waren met al die instellingen en dat wij in de mate van het mogelijke, zonder onderscheid te maken links of rechts, maar dat wij in de mate van het mogelijke konden helpen. En tot nu staat dus de hulp. En die hulp bestaat onder andere uit het verlenen van beschermingsmateriaal. Dat is natuurlijk topic nummer 1. Ja, maar ook als wij andere ondersteuning op een bepaald moment, was het natuurlijk evident, of werd het evident, dat er schermen, plexischermen geplaatst werden. Om natuurlijk de mensen die een balie bemannen, om die te beschermen. Als die vraag kwam, zijn wij ook in een aantal situaties, en we werken altijd vanuit een prioriteitenlijst, zijn we altijd op die situaties, of hebben we daarop ingespeeld, geprobeerd daarop in te spelen. En tot nu, het draaiboek is er ondertussen, daar is bijzonder hard door de verschillende diensten aangewerkt om die service te kunnen verlenen. En wat de woonzorgcentra betreft, dat het bijvoorbeeld over Wetbos gaat, wat bij ons een OCMW-rusthuis is, of het gaat over Laarsveld, of het ging over Sperkes, wat privé-instellingen zijn, ja, waar dat Geelenaars verblijven, resideren in dit geval, of waar hulp nodig is, denk ik dat je een verantwoordelijkheid hebt en die hebben we ook opgenomen. Dus ergens is het natuurlijk niet dat je altijd zelf vanuit eigenaarstitel moet reageren, maar zeker uw verantwoordelijkheid opnemen in deze bijzondere, bijzondere situatie. Ja. Hoe ziet voor jou een doordeweekse dag jouw agenda als burgemeester eruit? Wat moeten we daarbij voorstellen? Is die nog drukker dan anders of net niet? Mijn agenda is helemaal anders. Hè. Wij zijn nu ook online aan het vergaderen. Alle vergaderingen, want natuurlijk, het is een beetje je weg zoeken. Ik ben 60 jaar en ik heb op heel mijn leven zulks niet meegemaakt. En dat is een stukje je weg zoeken. Zorgen dat je heel snel kan schakelen, als er dus hulp gevraagd wordt dat dat kan. En prioriteiten leren bepalen. Ik heb wel heel goed geleerd deze periode hoe kwetsbaar de mens is. En hoe belangrijk het natuurlijk is om overleven en leven mogelijk te maken. En al de rest wordt ballast. Dat wil dus zeggen, vergaderingen die eigenlijk, omdat je zegt, ja, die mensen hebben al een paar keren gevraagd om een afspraak te krijgen, die krijgen wel een afspraak, dat heeft opeens geen prioriteit meer. Het afhalen van documenten of u tot de gemeente begeven voor een of andere dienst. Men gaat terug naar de basis. Wat is fundamenteel belangrijk?
Dus als heel veel vergaderingen uitgesteld worden of afgelast worden, dan is dat een verlichting van mijn agenda. Bezoeken aan jubilarissen, dingen die echt wel heel leuk zijn, mensen die 50, 60 jaar getrouwd zijn, omwille van natuurlijk de afstandsregel, hè, krijgen die mensen het geschenk van de stad bedeeld. Hè. Daar wordt aan de deur aangebeld, het wordt daar bij wijze van spreken voor de deur geplaatst, er wordt nog eens gezwaaid door onze gemeenschapswachten en dat is het dan. Hè. Terwijl dat anders gepaard gaat met een live bezoek. Nogmaals, hele leuke dingen. Maar die zijn allemaal afgelast. Een huwelijk is zo gebeurd. Want bij het huwelijk mogen dus op dit moment enkel het koppel en de getuigen aanwezig zijn. Dat is een heel andere setting dan dat je bijvoorbeeld je trouwzaal afgeladen vol hebt met bezoekers. En zo zitten er dus het dagdagelijks leven is in een heel andere samenstelling op dit moment. Waardoor dat er langs de ene kant meer tijd en ruimte gekomen is. Anderzijds, als hoofd van de veiligheidsdiensten en als zeer bezorgde burgemeester, heb ik wel dagelijks contact met mijn veiligheidsdiensten. Onze korpschef bezorgt bijvoorbeeld alle dagen het overzicht, want van de veiligheidsdiensten van de politie verwacht je handhaving. De gezondheid van elke burger moet kunnen gegarandeerd worden. En dan zijn er natuurlijk mensen, ik denk nu dat iedereen het zeer goed begrepen heeft, maar enkele weken geleden waren er toch nog wel een aantal bij die het niet zo hadden met die coronamaatregelen, die het ook allemaal een stukje overdreven vonden. En dan moet er natuurlijk opgetreden worden wanneer, waar, die overzichten, die bezorgt de politie dagelijks. Dus daar begint mijn ochtend mee. Dan worden er nu nog een paar keer, in het begin was het ook alle dagen, dat wij met de coronawerkgroep samenkwamen. Dus hier in eigen huis, binnen het stadhuis, de diensten die bijvoorbeeld de organisatie van beschermingsmateriaal voor hun rekening nemen, die de vragen capteren die verschillende instellingen of scholen, particulieren, wie allemaal ook stelt, dat die een antwoord krijgen. Het telewerk van heel wat van onze mensen, want ook dat is bekeken voor ons personeel, de veiligheid van ons personeel. Hoe gaan we de kinderopvang organiseren? De weekendkinderopvang voor bijvoorbeeld verplegend personeel die opgeëist werden. Dat vraagt wel wat. We hebben dus onmiddellijk een kernteam opgericht. En dus dat was in het begin een aantal weken geleden, totdat dus alles goed op rail stond en de karretjes bolden, was het dagelijks overleg. En nu is dat overleg er nog 2 keer per week. Dat zal nu naar volgende week toe misschien ook weer iets kunnen opgevoerd worden, omdat we nu natuurlijk de exitstrategie in maximale veilige omstandigheden moeten kunnen organiseren. En dus nu spelen we weer een beetje in een andere dimensie, in een andere fase in het verhaal, maar ook dat moet zeer goed voorbereid worden. Ja, ik hoorde je net Ja? zeggen dat je dagelijks contact had 's morgens of nog altijd hebt met de veiligheidsdiensten. Veel mensen stellen zich toch de vraag van hoe dan nu alles in zijn werk gaat als lokaal bestuur. Hè? Want je hebt het federaal niveau, dan heb je het Vlaams niveau en dan heb je die lokale besturen. Hoe en wanneer krijgen jullie als lokaal bestuur nieuwe regels door? Bijvoorbeeld als de Nationale Veiligheidsraad weer is samengekomen. Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, wij krijgen dus als de Nationale Veiligheidsraad is samengekomen, krijgen wij eigenlijk vrij snel van federale overheid of van de provincie, want de provincie speelt ook wel een zeer belangrijke rol in dit verhaal, krijgen wij de teksten ter beschikking. Maar dan is er, en dat is ook iets geminderd in aantallen, maar dan is er van meet af aan een overleg georganiseerd door de gouverneur. Voor ons is dat Cathy Berks, ja, die dus een vak opstelt, waar dat dus eigenlijk de vertaalslag in gebeurt van de federale maatregelen, aangevuld met alle opmerkingen en alle uitzonderingen, waar dat dus gewag van gemaakt wordt. Want natuurlijk, een lokale context kan heel anders zijn als dat federaal wordt afgeleverd. En dan moet er natuurlijk een vertaalslag gebeuren, hè. We hebben bijvoorbeeld hier in Geel, wat de ambulante handel betreft, toch wel een tijdje in discussie geweest. Want ambulante handel, dat wil zeggen kramen die ergens op het grondgebied staan en die een bepaald product aanbieden. Die ambulante handel is op een bepaald moment samen met de winkels, met de markten, allemaal verboden. Maar van het moment dat die kraam voeding aanbiedt en dat er dus in een bepaalde cirkel geen voedselbedeling is in dat deeldorp of in dat grondgebied, dan mocht die voedingskraam er staan. Hè?
Dat was daar eventjes wel een spagaat. Als de gouverneur zegt, kijk, hè, voor mij is er enkel in een afgelegen dorpje hier of daar in Frankrijk die situatie van toepassing, dat je zegt, als die kraam het niet kan staan, dan hebben de mensen geen eten. Dat is niet, hè, in principe is dat in Vlaanderen, in gans België, niet van toepassing. Wel, bepaalde politiezones hebben op een bepaald moment geoordeeld dat ze die kramen toch toelieten. Ja, als je dat dan vanuit de eigen politiezone of vanuit de eigen stad niet toelaat, dan springen de eigenaars van zulke kramen daar onmiddellijk op. En ik begrijp 200% die mensen hun vraag. In de buurgemeente kan het wel, in Geel kan het niet. Leg dat eens eventjes uit. Dus dan is het weer terug naar de gouverneur. Wat is nu eigenlijk de intentie van hetgeen ik lees, ja, in uw overzicht, hè, en hetgeen dat er gezegd wordt? Nu, richting versoepeling wordt het allemaal wel ietsje gemakkelijker, maar die vertaalslag maken en eigenlijk collectief op dezelfde golflengte zitten, dat heeft toch wel wat voeten in de aarde gehad. En natuurlijk, degene die het meest toelaat, dat is in de perceptie heel dikwijls het gemakkelijkste en het fijnste. Degene die de regels, correct volgt en ook laat handhaven, dat worden wel eens een slechte in het verhaal. Dus dat was niet altijd zo eenvoudig om de correcte vertaalslag te maken van het federale niveau over de provincie met de diensten van de gouverneur Ja. naar de lokale situaties. Heb je dan als lokaal bestuur en met de politiezone, heb je dan ook contacten met buurgemeenten die in een andere politiezone zitten, waar je zegt van ja, we proberen toch die regels, die interpretatie van die regels op elkaar af te stemmen? Ja, dus van het moment dat er Skype-overleg is met de gouverneur, want omwille van het feit dat er zoveel vragen zijn bij elke regel die werd opgelegd, zijn natuurlijk zoveel uitzonderingen of situaties dat je zegt, is dit een uitzonderlijke situatie, kunnen we dat toestaan of valt die wel onder de regel? Dus met de diensten van de provincie, daar hebben wij altijd zeer goed contact mee gehad trouwens nog, om de vragen door te geven. En wanneer er dus Skype-overleg is met de gouverneur en met een aantal diensten, ja, dus daar zitten veiligheidsdiensten, daar zit politie bij, daar zit ook de civiele bescherming zit daarbij. Ja. Dus dan worden alle vragen die doorheen de dag of dagen zijn doorgestuurd naar de diensten van de gouverneur, die worden dan beantwoord en die worden behandeld in het chatoverleg. Wie wordt daarop uitgenodigd op dat Skype-overleg? Wel, alle burgemeesters van de provincie Antwerpen. En als ik zo de cijfers zag, hè, want elke keer dat iemand inlogt, hè, ging het cijfertje omhoog, dan moet ik toch wel zeggen dat die vergaderingen zeer, zeer, zeer goed werden bijgewoond, waarbij er dan nog extra vragen via de chatbox konden op het moment zelf gesteld worden. En waarom doen we dat? Om natuurlijk zeer goed af te stemmen. En je ziet dan ook dat verschillende burgemeesters tussenkomen met de vraag: ja, maar bij ons is het zus, bij ons is het zo, kan het nu wel of kan het nu niet? Weer om die verschillen niet te krijgen en om zo uniform mogelijk uiteraard te werk te kunnen gaan, hè. Nu, van het moment dat iemand op het grondgebied geen secundaire school heeft of op het grondgebied bijvoorbeeld geen speelpleinen heeft. Ja, dat verandert, dat maakt de zaak het allemaal een stukje gemakkelijker natuurlijk, hè. Maar het collectieve en het uniforme was voor mij fundamenteel belangrijk en het heeft me echt deugd gedaan dat dat op die Skype-overleggen met de gouverneur toch wel even kon gefine-tuned worden en kortgesloten worden. Ja. Zie je daar dat Geel ook een soort voorbeeldfunctie heeft binnen de Antwerpse Kempen, toch als een stad met 41.000 inwoners? Speelt dat mee voor jou? Ja, dat speelt regionaal zeker mee. Als ik ga kijken, dus binnen onze politiezone, er zijn drie gemeentes, Geel, Laagdal en Meerhout, is Geel uiteraard de grootste, groter dan Meerhout en Laagdal samen, maakt op zich niet uit, maar dat er een uniform standpunt moet ingenomen worden, anders kan het natuurlijk vanuit de politie niet gehandhaafd worden. Uiteraard wordt er dan eerst gekeken, wat doet de grootste? Hè? Wij hebben twee ziekenhuizen, we hebben het OPZ en het Sint-Nimfena ziekenhuis op het grondgebied. Dat zijn ziekenhuizen die natuurlijk heel veel Gelenaars over de vloer krijgen, maar ook heel veel andere patiënten uit de regio. Er wordt onderwijs, idem dito, er wordt toch op verschillende niveaus heel dikwijls naar de grootste gekeken. Zoals Turnhout, die heeft dan nog het geluk centrumstad te zijn. Ja? Maar Turnhout is de grootste in de Noorderkempen en de Geel is de grootste in de Zuiderkempen.
En de hoegrootheid brengt natuurlijk mee dat je gevat bent door heel veel zaken op het grondgebied. Maar voor mij is het belangrijk van een uniform standpunt te kunnen innemen in overleg met mijn collega's. En niet vanuit, ik ben hier de grootste, ik deel de lakens uit en jullie hebben maar te knikken. Zolang dat dus op een constructieve manier kan gaan, dan draagt dat nog altijd wel mijn voorkeur weg. Ja, oké. Je bent ook nauw betrokken bij de ziekenhuiswerking. Het Sint Dimpelen ziekenhuis haalde toch regelmatig het nieuws met innovatieve initiatieven, uitwerkingen. Is dat iets waar je dan als burgemeester ook trots op bent? Ja, absoluut, absoluut. Het ziekenhuis Sint-Dimfna heeft een geweldige rol gespeeld in de aanpak van COVID-19. Ze zijn dat inderdaad met een aantal zeer innovatieve technieken. Als er mensen zijn die daar gemakkelijk in meestappen, die dat daar oog en aandacht voor willen hebben, je geeft uiteindelijk niks toe als de moeite. En het zou van het moment dat je een aantal dingen uittest, dan dat de. Dat de verzorging, de zorg en het welbevinden van de patiënt ten goede komt, dan denk ik dat je dat moet doen. Vermits natuurlijk Sint-Dimfna ziekenhuis een dochter is van Stad Geel, gebeurt dat altijd in zeer nauw overleg. Natuurlijk vanuit COVID-19 en het aantal mensen dat ziek in het ziekenhuis lag, op een gewone kamer of op intensieve zorgen. Het triagecentrum was ter hoogte van het Sint-Dimfna ziekenhuis gevestigd. Wel heb je natuurlijk een relatie die dagelijks opvolging verwacht en die ook gebeurd is. Nog eens, ik ben een heel bezorgd iemand. Ik heb ook dagen gehad. Ik heb ook verschillende keren alle directies van de woonzorgcentra aangeschreven, aangemaild in dit geval. Met het Laarsveld, wanneer het daar moeilijk was en dat ze toch wel geconfronteerd werden met heel wat overlijdens, was het quasi dagelijks overleg met de directies om hulp aan te bieden indien dat mogelijk was, maar ook de ondersteuning en de bezorgdheid vanuit het bestuur Stad Geel met hun te delen, duidelijk uit te spreken en te delen en te helpen waar dat dan nodig was. In Geel ben je naast burgemeester ook verantwoordelijk voor de communicatie. Het gaat over informeren, sensibiliseren, mensen motiveren om ze aan de regels te houden. Wat vind jij belangrijk om te communiceren? Het is belangrijk dat dus alle de maatregelen, bijvoorbeeld, waar je vanuit gaat dat de volledige bevolking die volgt, dat je daarvoor bent of dat je daartegen bent. Ik heb dat ook wel gaandeweg zien groeien. Mensen hebben echt wel de ernst van de situatie begrepen. Dus dat je de boodschap heel duidelijk brengt, dat het menens is, dat de mensen zich aan die regels te houden hebben. In het begin is dat voor de mensen die dat niet deden met een verwittiging gegaan door de politie, want die handhaven, heb ik daar juist ook al gezegd. Nadien is dat met effectieve boetes gegaan. Wie niet horen wil, moet voelen. Maar wanneer je communiceert, is het wel uiterst belangrijk dat je iedereen betrekt. En iedereen, en dan kijk ik weer eventjes naar de spiegel van mijn bevolking, jonge mensen, medioden, senioren. Dus ik kijk even naar iedereen, dat je ook al die groepen bereikt. Mensen met computer, mensen zonder computer, mensen die nog behoefte hebben aan een papier. Wij hebben dus op papier gecommuniceerd, we hebben een nieuwsbrief gemaakt. Er is er ondertussen weer eentje in de maak, specifiek rond coronamaatregelen, wat wel mag en wat niet mag. Want de bevolking ook. De versoepeling nu en de exit meegeven moet zeer duidelijk gecommuniceerd worden. Hè. Niemand schept daar plezier in dat mensen een boete krijgen omdat ze geverbaliseerd worden omdat ze dingen niet wisten. Hè. Dus de communicatie is fundamenteel. De website wordt dagelijks bijgehouden. Facebook, sociale media wordt dagelijks bijgehouden. Maar wij zorgen er ook voor mensen die bijvoorbeeld de gewoonte niet hebben of niet met computer werken, dat die nog altijd een gedrukte versie krijgen die ter beschikking wordt gesteld, die in de brievenbussen valt, waar nog eens duidelijk gecommuniceerd wordt. Ik denk, er wordt altijd enorm ingezet op communicatie. Maar gelijk dat we dus nu de laatste weken hebben gecommuniceerd om al die groepen te hebben, ook gezorgd dat er een vertaalslag werd gemaakt, hè, voor mensen die anderstalig zijn en die daardoor het verhaal zouden gemist hebben. Aan iedereen is gedacht om de boodschap bij elke, maar dan ook bij elke gele naar terecht te laten komen. Fundamenteel belangrijk in een verhaal. Je werkt hier rond de gezondheid van iemand. Mensen gezond houden. Ja? Zorgen dat ze, of proberen te zorgen dat ze het virus niet krijgen en een zeer goede zorg verlenen van het moment dat ze er wel mee geconfronteerd worden.
En dat vraagt natuurlijk organisatie en dat vraagt een zeer goede communicatie. En ik denk dat wij op die twee domeinen vanuit Stichtdeel bijzonder goed hebben ingezet. Ja, oké. Ja? Ik hoorde onlangs op de radio op een nieuwsuitzending dat er een soort van lockdownmoeheid, vooral bij de 20-jarigen, te boven komt. Voel jij dat ook aan? Of, Vanuit zo individuele gevallen hoor ik dat zeker wel. Hè. Kinderen die het beu worden omdat ze niet naar school kunnen gaan. Hè. Jonge mensen, want dus die kunnen ook niet samen ergens hè, ja, en online werken. Wat heel eigen is in de leefwereld van die mensen, dat is leuk. Maar wanneer dan je natuurlijk bijna 24 uur met die hoofdtelefoon op het hoofd zit, dan begint dat ook wel te vervelen. En op een bepaald moment zijn alle spelletjes gespeeld. Hè, en is de PlayStation een vervelend voorwerp in plaats van een leuke invulling van tijd geworden. Dat hoor ik natuurlijk wel eens. Maar ik denk dat dat ook wel geldt voor iedereen. Eenzaamheid bij de ouderen, die vanuit de maatregel moesten thuis blijven, ook wel zeer goed thuis blijven, maar niemand horen of zien of kunnen durven ontvangen. Een telefoon en een Skype is fijn voor die mensen, maar dus de nood aan het huidcontact, zoals het gezegd wordt, is een knuffel geven, is op de koffie kunnen komen en dergelijke. Dat wordt natuurlijk niet vervangen door een elektronisch overleg. Dat is nu eenmaal zo. Wordt er veel meer gezondigd tegen het verhaal van de jonge mensen? Want dus ook daar worden wel eens vragen over gesteld. Hoe zit het nu specifiek in geel? Moet daar enorm geverbaliseerd en voor de minderjarigen aangemaand worden omdat er toestaande? Eigenlijk niet. Eigenlijk helemaal niet. Het aantal dagen dat ik heel weinig of niet heel meldingen in het rapport van de politie zie, die zijn talrijker dan de anderen. En dat is toch wel een teken dat men de maatregelen zeer goed naleeft. Ik ben er nog altijd heel blij om. Oké. Je hebt ook een verleden in het onderwijs, hè? Hoe zie jij de impact van corona op leerkrachten en leerlingen? Ik heb inderdaad bijna 30 jaar met heel veel plezier lesgegeven. Dus hoe dat de opstart van de scholen nu gaat gebeuren, dat raakt mij natuurlijk ook nog persoonlijk. Ik heb daar een stukje terughoudendheid in de zin van, er zijn wetenschappelijke studies die aangeven dat het eigenlijk niet kan. Dat het onderwijs terug opgestart wordt, dat men daar toch de maximale voorzichtigheid moet garanderen. Ik denk dat dat ook wel gebeurt. Ik zie binnen het stedelijk onderwijs, waar we dus zelf inrichter van zijn, maar ik hoor ook vanuit secundair onderwijs, waar ik toch nog altijd heel goede contacten heb, men is daar aan het meten, men is daar aan het reorganiseren, men is daar met meubilair aan het sleuren, men is daar lijnen aan het plakken, men is daar massa's gel aan het kopen, enzovoort, enzovoort. Ik bevestig ook altijd als ik een vraag daarover krijg, van maximaal op die veiligheid en die voorzichtigheid in te zetten. Want wetenschappelijk gezien zal het zeker zo zijn dat kinderen die gevat worden, dat die een eerder milde vorm of soms zelfs asymptomatisch de ziekte beleven. Maar kinderen leven niet alleen. Kinderen leven in een bubbel. In een bubbel van een gezin, in een bubbel van een familie of in een bubbel van een straat. En ik hou echt wel mijn hart vast wanneer dat de scholen terug open zijn, beperkt open zijn. Het is ongeveer dus een zesde leerjaar, eerste, tweede leerjaar. Als je dat allemaal optelt, dan heb je de helft van de lagere school. Ik hou mijn hart vast wat het 14 dagen na opening van scholen in de cijfers gaat zeggen. Maar nogmaals, de veiligheid en de inspanningen die scholen leveren om dat voor hun leerkrachten en voor hun leerlingen zo veilig mogelijk te organiseren. Die inspanning, die respecteer ik langs alle kanten, want die is bijzonder groot. Ja, die is uiteraard enorm. Hè. Je haalde net aan dat kinderen leven in een bubbel, in een gezin. Ja, je hebt zelf uiteraard ook gezin, familie, kinderen, kleinkinderen. Hoe ga je daarmee om? Want ja, je moet je uiteraard ook aan die regels houden. Afstand respecteren. Wat doet dat met u? Ja, dat klopt. Dat is uiteraard. Ik ben dan ook nog eens een dubbele risicopatiënt in de zin van, ik ben 60 jaar en ik heb diabetes. Dus ik lag daar altijd maar eens mee, want dus dat doet natuurlijk aan het aantal uren per dag dat er moet gewerkt worden, geen afbreuk. Ik ben natuurlijk een moeder en een oma die heel veel uren per dag afwezig is. En de kinderen zijn dat ook wel zo gewoon.
Ik ben ook niet iemand die heel gemakkelijk gaat babysitten en dergelijke. Dus er is wel een zekere afstand. Maar natuurlijk, wat je anders bij je kinderen binnenspringt wanneer je daar zin in hebt, dat je zegt, ja, ik kan het nu even niet houden, ik moet ze nu zien. Ja, daar moet je nu wel heel anders mee omgaan, uiteraard. Maar ik denk altijd maar, dat is voor iedereen. En van het moment dat we dus nu allemaal op de tanden bijten en maximaal op die veiligheidsmaatregelen inzetten, wel, als het dan in de zomer goed weer is, hè, en we zijn voldoende versoepeld dat die contacten weer kunnen, dan gaat dat heel fijn zijn, hè, om bijvoorbeeld, hè, een eerste etentje of een barbecue of wat dan ook samen terug met de familie te kunnen doorbrengen. Ik denk dat je daar dubbel van gaat genieten. Mensen worden toch wel eens heel goed terug met de voeten op de grond gezet. Ja, heeft de corona dan op zich jou persoonlijk ja, toch wel een zware indruk nagelaten? Ik heb dit nooit meegemaakt. Hè. De meeste mensen hebben dit nog nooit meegemaakt. Ja. Dus het is voor iedereen nieuw geweest. Het heeft zeer zwaar op de mensen gewogen, omdat de maatregelen, ja, absoluut verregaand waren. De schrik zat er bij de mensen ook zeer goed in. Nog. Ik zie dat ook bij een bezoek aan warenhuizen. Hè. De wereld is even tot stilstand gekomen, ook in geel. Maar ondertussen is de maatschappij zo opgebouwd en zijn veiligheidsmarges mee ingebouwd? Niet alleen bij het winkelen, het zal ook, hè, dus bij bezoeken aan een tandarts of het heropstarten van kappers en dergelijke, het zal anders zijn. Het heeft de mensen even, hè, dus, ja, tot stilstand gebracht. Doe nadenken van hoe kwetsbaar dat je kan zijn. En ik denk dat men met aandacht voor al die veiligheidsmaatregelen nog een aantal maanden, ja, zeer serieus, ernstig zal omgaan. Zeker moest het zijn, wat ik uit de grond van mijn hart niet hoop, dat de cijfers bijvoorbeeld lichtjes moesten stijgen. Dan weet je dat je een stap terug moet zetten. Dus ja, dat heeft enorm veel impact gehad op de maatschappij. Heeft dat ook nog? Maar wat ik wel voel, dat is dat dus zulk een crisissituatie bij heel veel mensen het allerbeste naar boven haalt. En de solidariteit tussen mensen, het respecteren van beroepen die heel dikwijls een vinger gekregen hebben, een middelvinger hebben gekregen. En dan denk ik zeker, hè, aan mensen zoals die de vuilnisophaling garanderen. Ja, die krijgen nu een applaus. En dat doet mij als mens zo'n enorme grote deugd. En ik hoop dat dat voor de toekomst een attitude kan zijn die nog heel lang wordt aangehouden. Ja, denk je inderdaad dat het niet tijdelijk is, dat corona effectief zo'n effect heeft op iedereen, dat we toch allemaal anders gaan bekijken, dat er effectief wel een post-corona tijdperk komt met, ja, laten we zeggen, inderdaad meer toegefelijkheid naar elkaar toe, meer verdraagzaamheid? Ik hoop het wat toegefelijkheid en verdraagzaamheid betreft. Ik ben van opleiding, van achtergrond, een wetenschapper. Dus elke studie die daaromtrent verschijnt, en soms spreken die studies elkaar wel tegen, hè, maar ik heb wel voldoende zicht op de zaak om te weten dat het virus baas is en niet de mens. De mens moet leren, de wetenschapper moet leren hoe met dat virus om te gaan. Hè. De stabiliteit, het uitvinden van een vaccin, hè, het klaarmaken van een vaccin, de effectiviteit van de vaccin, dat zijn nog allemaal open vragen. En zolang, want het is dus ik heb het heel dikwijls ook geschreven gezien als het is wel een heel raar beestje. Het is geen gewoon griepje. Hè. Mensen die het meegemaakt hebben in de eigen familie, hè, daar een overlijden aan overgehouden hebben, of een doodzieke persoon, die gaan het allemaal kunnen garanderen. En dus dat beestje is denk ik nog een hele tijd de grote baas in onze gemeenschap. En we hebben een dichtbevolkt land. Hier in de Kemp leven we natuurlijk nog iets comfortabeler dan bijvoorbeeld in Hartje Brussel. Maar we zijn een dichtbevolkt land. En je gaat er rekening mee moeten houden dat dus de besmettelijkheid en het overdragen van dat virus, dat eigenlijk op elke hoek loert. En daarop voorbereid zijn, dat is denk ik een opdracht van zeer velen. Niet alleen van het openbaar bestuur, maar dat is evengoed een ziekenhuis, dat zijn evengoed de wetenschappers, dat zijn evengoed de studenten en iedereen dat we zullen moeten leren om daarmee om te gaan. Het is een hypothetische vraag, hè, maar wanneer denk jij of hoop jij dat je weer normaal met elkaar kan omgaan? Dat huidcontact is, een knuffel geven, elkaar de hand schudden, terug de jubilarissen gaan vieren. Wanneer denk je of hoop je dat terug mogelijk is? Wel, ik denk dat we al een klein beetje, of wanneer de cijfers goed blijven, ik spreek altijd onder het nodige voorbehoud, hè, en dus de eerste test gaat natuurlijk de opstart van de scholen zijn.
En wat dat natuurlijk in de cijfers gaat doen. Want als de cijfers goed blijven, dan denk ik eer dat de zomer voorbij is, dat we toch al wel wat versoepeling hebben gehad. Zeker ook omdat alle evenementen zijn afgelast, alle grotere evenementen zijn afgelast. Dus de kans dat je eigenlijk een broeihaar creëert door gedurende een weekend of van 's morgens tot 's avonds of van 's avonds tot 's avonds een grote hoop mensen bij elkaar. Want hoe meer mensen je bij elkaar brengt, hoe groter dan natuurlijk de kans op opflakkering van het virus terug is. Wel, daar zijn voldoende maatregelen getroffen om dat uit te sluiten. Als iedereen zich aan afstand, aan hygiëne, wassen hand, het wassen van de handen, het ontsmetten van de handen en dergelijke, wanneer iedereen zich daar goed aan houdt, dan denk ik dat we redelijk veilig en normaal kunnen, in normale situaties kunnen zijn aan het einde van de zomer in het najaar. Spreken de cijfers dat tegen, dan denk ik dat we nog zeer lang vertrokken zijn om de dingen die we effectief zo gewoon waren, om die weer tot het dagdagelijkse van het leven te laten behoren. Maar laat ons maar hopen en de vingers kruisen dat dat niet aan de orde gaat zijn. Het gaat dus vooral om zelfdiscipline, heb ik begrepen. Die zelfdiscipline en ondanks de versoepeling, het eerste regeltje is altijd dat de maatregelen eigenlijk gehandhaafd blijven. Maar, en ik hoop dat de mensen dat eerste zinnetje echt meer dan ter harte nemen. Want daar draait het om, daar gaat bijzonder veel van afhangen. Oké, voilà. Ik bedank je hartelijk voor deze uitgebreide babbel, dat je tijd ervoor hebt gemaakt. Ik wens je nog heel veel succes met het besturen van de stad. En ja, hou jullie gezond daar. Dankjewel, voor jou hetzelfde. Dag Roel.